welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe try-on unboxing van de Goodie Box. De beauty box die ik elke maand ontvang. Voor de mensen die niet weten wat het is. Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je een box krijgt ter waarde van minimaal 85 euro voor slechts 25 euro in de maand. Met minimaal 5 beauty producten erin. Het kan van alles zijn. Skincare, make-up, accessoires, echt gewoon alles omtrent beauty. En elke maand ontvang ik hem dus en unbox ik hem hier samen met jullie op mijn kanaal. En dan kunnen we gaan kijken wat we van alles vinden. Als jij de box al hebt ontvangen, dan kunnen we dit samen doen. Als je nog niet bent geabonneerd en het wel graag wilt, er staat een linkje beneden in de beschrijving. Als je erop klikt, kun je gewoon makkelijk abonneren en het is maandelijks opzegbaar. Dus mocht je toch niks meer vinden, ja, dan zeg gewoon lekker op. Maar ik ontvang hem echt al jaren en ik ben er al jaren enthousiast over. Ik ben altijd heel blij met de producten en wat ik niet wil of kan gebruiken, maak ik gewoon altijd iemand anders blij mee. Dus zo zijn we gewoon met z'n allen elke maand weer blij. En wat ik er ook leuk aan vind, is dat dit een manier is voor mij om producten te proberen die ik misschien uit mezelf niet 1, 2, 3 zou halen. Dus ja, het is gewoon een verrassingje elke maand voor mezelf en dat vind ik altijd heel leuk. Dus ja, we gaan vandaag weer met z'n allen kijken wat erin zit en alles ook aanbrengen wat we kunnen aanbrengen. Dus vind je het nu wel leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Een combo van Anastasia Beverly Hills, hun lippotloodje. In de kleur Cool Brown. En hun lipstick in de kleur Butterscotch. Is wel echt een hele lichte kleur. Dus je moet hem echt combineren met een donkerder lippotloodje. Zoals ik nou heb gedaan. Als je een wat donkerdere huidskleur hebt. De box van de maand is helemaal oranje. Ik denk omdat het Koningsdag is binnenkort en al die dingen. Dus hij is helemaal oranje. Matcht helemaal met mijn achtergrond. En als je hem open krijgt, is dit wat je allemaal krijgt. We hebben deze maand weer 5 producten. En we hebben ook wat make-up. Maakt mij altijd heel erg blij. Ik ga beginnen met skincare, deze dagcreme. Dit is de Urbankind Urban Defense Day Cream. Winkelwaarde is 45 euro voor full size. Wij ontvangen 20 milliliter ter waarde van 23 euro. Oké, dit is dus een dagcreme die je gewoon elke ochtend kunt opdoen voordat je begint aan je dag. Ik breng echt elke dag een dagcreme aan. Ik adviseer ook iedereen, breng dagcreme aan. Wat voor huid je ook hebt, vettig, droog, het maakt niet uit. Dagcreme is echt de redder als het gaat om een mooie huid. En deze heb ik net vandaag ook aangebracht onder deze make-up look. Er zit malachiet in en koper PCA en die geven de crème anti-vervuiling eigenschappen, dus dan beschadigt je huid niet zo door alles wat je buiten hebt aan vuil wat op je gezicht komt. En er zit een vitamine B5 in, vitamine C, hyaluronzuur. En dit zorgt allemaal voor een mooie, glowy, gehydrateerde huid. Nou, ik heb hem dus net aangebracht. Ik vind hem niet zo fijn. Wat ik altijd fijn vind aan een dagcreme is dat mijn gezicht niet meer zo droog en trekkerig aanvoelt. Want ik heb een normale tot droge huid. Dus mijn huid is in de ochtend altijd een beetje strakjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Een beetje trekkerig. En altijd nadat ik crème aanbreng, voelt het helemaal gehydrateerd aan. Helemaal flexibel. En daar hou ik van. Deze crème echter is super trekkerig. Ik bracht het aan en mijn gezicht voelt nou een beetje plakkerig en trekkerig aan. En dat vind ik gewoon echt niet fijn. Ook smeert hij best wel stroef uit. En ja, ik vind dat allemaal gewoon echt niet fijn. Ik hou gewoon echt van een crème die lekker flexibel is. Lekker goed uitsmeert. Lekker ruikt. De geur van de crème vind ik ook echt vreselijk. Dus ja, ik vind het persoonlijk voor mij helaas geen fijne crème. Dan het volgende product is make-up voor de wenkbrauwen. Van Gosh Kopenhagen heb ik de Brow Lift Lamination. Winkelwaarde is €13,99. Dit is dus een Lamination Brow Gel. Oftewel gewoon een brow gel wat ervoor gaat zorgen dat je haartjes mooi omhoog blijven staan en niet helemaal in de war gaan en zo. Ik gebruik elke dag een brow gel. Dus toen ik dit zag, ik dacht echt, dit moet ik hebben. I love it. Hier ben ik echt blij mee. En het is echt fantastisch. Ik had mijn hele wenkjes al gedaan en toen bracht ik de gel aan. Zo was ik het altijd doe. Hij gaf eerst iets van een wit blauwe gloed af. Ik schrok daarvan. Ik dacht echt, doe ik het wel goed? Maar het is gewoon prima. Het hoort er gewoon bij. Ik ging er gewoon vanaf dat die wittige waas ging verdwijnen. En dat is ook precies wat er is gebeurd. Je kunt hem helemaal niet meer zien. Het is gewoon helemaal doorzichtig geworden zoals het hoort. En mijn wenkies zitten echt helemaal vastgeplakt, vastgelokt op hun plek. Ik ben in shock. Toen ik hem net gebruikte, ik dacht echt, nee, wat is het voor blauw-wittig spul? Maar jongens, als ik nou mijn wenkies voel... Oh, ik heb mascara op mijn nagel. Ze voelen echt helemaal vastgelokt aan. Alsof ik gewoon letterlijk met haargel in ben gegaan. Of met lijm of zo. Ze zitten helemaal goed. Mijn haartjes staan mooi omhoog als hoe ik ze heb gezet. Ik vind hem super duper fijn. Hij is ook relatief groot vergeleken met andere brow gels. Maar dat vind ik op zich wel fijn. Want dan ben ik gewoon snel klaar. Ik vind het echt een fijn product. Ik ben er echt heel blij mee. Next up, nog meer make-up en mascara. Van MCO Beauty heb ik de Extend Lash Mascara. Winkelwaarde is
18 euro. En we hebben hier de full size. Normaliter ben ik niet zo blij met de mascara. Niet dat ik er niet blij mee ben, maar gewoon het maakt me nooit echt enthousiast. Omdat ik hele crappy wimpers heb. Maar nu heb ik een lash lift gehad, dus nu maakt mascara mij heel blij. Dus ik was heel benieuwd om hem te gaan gebruiken. Ik heb hem dus nu gebruikt voor mijn wimpers. En ik vind hem echt super fijn. Ik vind alleen al de verpakking heel fijn. Zo heel dun, heel lang, heel reisvriendelijk. En de borstel is ook precies dat. Smal en lang. Je komt echt zo bij elk haartje in de binnenste hoek. Dat vind ik heel fijn. Het geeft volume. Het geeft lengte. En het belangrijkste, het maakt niet klonterig. En dat vind ik heel fijn. Ik hoefde maar 2 laagjes aan te brengen voor het effect. Ik heb niet hele extreme wimpertjes of zo. Maar ik vind dat het echt goed zijn werk heeft gedaan. Ik vind het er echt mooi uitzien. En het is gewoon makkelijk af te halen met water. Ik denk dat heel veel mensen dat ook heel fijn gaan vinden. Next up is een handdoek. Van Moshi Moshi Mind heb ik de Dat Het Hair Towel. Winkelwaarde is 20 euro. Hier ben ik blij mee. Een haarhanddoek. Ik weet, het is niet iets waarvan je denkt, wauw. Maar een haarhanddoek maakt mij heel blij. Aangezien ik die elke keer gebruik als ik mijn haren was. Vandaag heb ik ook mijn haren gewassen voordat ik met de video begon. En toen heb ik ook zo'n haarhanddoek gebruikt. Het enige waar ik dus niet zo blij mee ben, het is helaas geen microvezel. Ik gebruik alleen maar microvezel handdoeken omdat mijn krullen anders super pluizig worden. Dus iedereen met krullen zou ik hem niet gebruiken, want dan wordt het gewoon echt pluizig. Maar iedereen met gewoon stelhaar dan maakt het echt helemaal niet uit. Handig om te gebruiken voor na de douche of op het strand. Of als je een gezichtsmasker op hebt gedaan, dan houdt het je haar uit je gezicht. Daar is hij heel fijn voor. Ik vind hem er ook mooi uitzien. Hij is lekker zacht. Ik ga hem alleen niet openmaken, want dat vind ik zonde. Want ik wil dan hier gewoon iemand anders blij mee gaan maken. Aangezien ik hem helaas niet ga gebruiken. Was hij maar microvezel geweest, dan konden wij krullenbollen hem ook gebruiken. Maar goed, ik weet zeker dat ik iemand anders hier heel blij mee kan maken. We gaan verder met het laatste product, een crème. Van Marie Stella Marie heb ik de Rock Roses Hand and Body Lotion. Winkelwaarde is 29 euro voor de full size. Wij ontvangen 100 ml ter waarde van 15 euro. Ik heb al vaker crèmes ontvangen in de box van dit merk. En ik vind ze altijd wel fijn. Ook altijd relatief grote verpakkingen. Ook al is dit niet de full size. Toch is het wel echt een hoop. En het is dus hand- en bodycrème. Dus voor de handen en gewoon voor je lichaam. Oftewel gewoon voor alles. Er zit amandelolie in. En dat houdt de huid lekker soepel en zacht. Oké, het zou een bloemige geur moeten hebben. Daar hou ik altijd wel van. Ik ga hem voor nu gebruiken als handcrème. Ik ga even mijn ring afdoen. Hij is gewoon zo wittig. Ja. Ruikt heerlijk. Echt een bloemige. Daar hou ik echt van. Er staat online dat er tonen van roos, cashmere en leer in zit. Oeh, hij voelt heel fijn aan. Niet te dik, niet te dun. Oh, die geur is echt heerlijk. I love it. Als je niet houdt van een heftige bloemige geur, ja, dan vind je hem niks. Maar ik hou altijd wel van zo'n geur. Ja, heel fijn. Ik zie mij dit echt gebruiken, ook gewoon over mijn hele lichaam. Het trekt gewoon gelijk in. Laat niet zo'n witte waas achter, zeg maar. I love it. Echt, echt een hele fijne crème. Wow, het trekt echt gewoon gelijk in. Mijn handen zijn gelijk gewoon weer helemaal droog. Dat vind ik altijd heel fijn, want ik heb echt geen geduld. Nou, dat waren dan alle producten van de box. Echt weer leuke producten. Ik vind het echt weer een leuke box. Wat ik nu ga doen is dat ik alle bedragen van alle producten ga optellen. En dan kunnen we zien wat je kwijt was geweest als je gewoon elk product individueel had gekocht. Jullie hebben 25 euro betaald voor de hele box. Dan kunnen we zien hoeveel je hebt bespaard. Oké, we gaan beginnen. De brow gel, die is 14 euro. De hand- en bodycrème, die is voor 100 ml wat wij hebben gehad, 15 euro. De mascara is 18 euro. De haarhanddoek, 20 euro. En als laatste de dagcrème, wij hebben 20 ml gehad ter waarde van 23 euro. Dan komen we uit op een bedrag van maar liefst 90 euro. Je zou dus 90 euro moeten betalen als je al deze producten gewoon zou halen in de winkel. Jullie hebben 25 euro betaald, dus je hebt 65 euro bespaard. Nou, dat is weer een hoop. Nou mensen, dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en de box weer leuk vonden. Als je dus wilt abonneren, er staat een linkje beneden in de beschrijving. 25 euro in de maand en maandelijks opzegbaar. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!